De maatschappij na corona. Het is een mooie vraag waar steeds meer mensen nu over na gaan denken. Wat gaat er allemaal veranderen? Met het uitblijven van alle fysieke evenementen komen we nu als de maatschappij bij jou in de huiskamer. Vanuit Sociëteit De Maas in Rotterdam ga ik in gesprek met allerlei mensen uit verschillende delen van de bevolking. Om te praten over hoe de coronacrisis hen raakt en hoe ze kijken naar de toekomst. Mijn gast op dit moment is Hein van der Loo, burgemeester van Zwijndrecht. Welkom Hein. Allereerst zal ik jou eens even een glas water inschenken. Even kijken, want we zitten natuurlijk op 1,5 meter afstand van elkaar. Dus dat gaat precies goed. Dankjewel. Kan jij mij vertellen wanneer het moment was dat voor jou de omvang van deze crisis een beetje binnenkwam? Dat was de laatste week van februari. En het moment dat ik me dat echt ging realiseren was 27 februari. Het bericht dat via dat briefje bij minister Bruins in die uitzending, in die nieuwsuitzending, ja, de eerste, binnenkwam. De eerste patiënt. De eerste patiënt in Loon op Zand. Ja. Wat ging er door je heen op dat moment? Nou, toen dacht ik, hey, als dit breaking news is en ook het vervolg daarvan in de media en ook dat zo'n briefje tijdens de uitzending onder de neus van de minister wordt gedrukt, toen dacht ik, dit is echt serieus. Ja. Ben je toen al dingen gaan veranderen binnen de gemeente? Nee. Toen hebben we uiteraard, net als iedereen, afgewacht wat er gebeurde. Ja. Het heeft toen nog ruim een week geduurd voordat de eerste persconferentie vanuit het kabinet kwam. 9 maart. Op 9 maart. Inderdaad. Geen handen meer. Ja. Nee, dat was het moment dat we geen handen meer mochten schudden. En nou ja, dat was natuurlijk de eerste echte maatregel. En toen zijn we het allemaal gaan merken. Op dat moment stonden we ook als gemeentebestuur en met de collega's in onze veiligheidsregio. Ja. Volop opgesteld om deze crisis aan te pakken. En wat is dan het eerste wat je doet? Wat doe je? Ga je met een crisisteam bij elkaar zitten? Komt dan de omvang en wat jij moet gaan doen als burgemeester direct binnen van hoe groot het is? Nou, dat je in de rol van burgemeester hiervoor bent, dat is iedere burgemeester bekend. Ja. Hè, daar zijn wij voor. Dus is er een crisis, van welke soort of omvang dan ook, dan is het jouw verantwoordelijkheid. Dan dus is de adrenaline ging natuurlijk ook daar tekeer. Gaat dus ook adrenaline mee gepaard, absoluut. Ja. Het wordt spannend, je voelt het aan je lijf. Hè? Dit wordt een hele forse opdracht. Dat realiseer je dan, en dat had ik ook. Wat dan heel relevant is en belangrijk is dat we in die crisisbeheersing gaan bepalen wat is de diepte van de crisis, wat is de ernst. En dat bepaalt, nou ja, in een bepaalde systematiek, welk model van crisisbeheersing we gaan toepassen. En welk model was dat? Nou, in dit geval is dat het model grip 4 geworden, heet dat, in onze vaktermen. En dat is ernstig. Dat is ernstig en dat betekent dat deze crisis sowieso de gemeentegrenzen overstijgt, maar ook de regionale grenzen. En dat heeft tot gevolg dat we dus een veiligheidsberaad hebben wat wekelijks bij elkaar komt. Ja. Dat er een bevoegdheid bij de voorzitter van de veiligheidsregio komt te liggen en niet meer bij de lokale burgemeester. Enzovoort. Dus je geeft deels iets uit handen en tegelijkertijd zie je eigen rol steeds belangrijker worden. Want je bent zowel de burgervader die gerust moet stellen als de handhaver. Zeker. Dus ja. Die beheersingsstructuur, die crisismanagementstructuur die zegt wie is uiteindelijk bevoegd om ingrijpende maatregelen te treffen. Dat neemt niet weg. In ons geval is dat de burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, als voorzitter van de veiligheidsregio. Maar dat neemt niet weg dat je als burgemeester van in mijn geval Zwijndrecht staat voor het gezondheids- en veiligheidsgevoel van 45.000 inwoners. Ja. En dat uit zich in, wat mij betreft, eigenlijk twee dingen. Dat is heel dicht bij mensen proberen te zijn zonder dat je dat fysiek kan. Ja. En anderzijds er zijn om de maatregelen die zijn afgekondigd te waarborgen. Ja. Nou ben jij nog geen jaar burgemeester van Zwijndrecht. We laten even een paar plaatjes zien van de stad. Ben je inmiddels goed geland? Ja, ik voel me daar als een vis in het water. Ja. Ja. Waar kwam je vandaan eigenlijk daarvoor? Ik kwam uit Rotterdam. Oké, dus het was al wel bekend? Het was zeker bekend, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb Zwijndrecht vooral leren kennen in mijn oriëntatie tijdens de sollicitatieprocedure uiteraard.
En voor het moment dat ik mijn brief aan de majesteit schreef om te proberen daar burgemeester te worden. Toen heb je even een extra rondje gemaakt. Heb ik extra rondjes gemaakt, ja. Gefietst, gelopen, mensen opgezocht. Het water, hè, is ook mooi. Die brug, die herken ik ook. Zeker, ja. Zeker. Ja, dat is de Oude Maas die daar loopt. Vlakbij is het Drie Rivierenpunt. Daar komen drie grote en hele druk bevaren rivieren samen. Binnenvaart is een hele belangrijke industrie in de regio en in Zwijndrecht in het bijzonder. En de brug die je noemt, dat is de Zwijndrechtse brug van Zwijndrecht naar Dordrecht. Ja. En zelfs in Dordrecht noemen de mensen dit de Zwijndrechtse brug. Okay, hoewel helder. Het de brug van Dordrecht naar Zwijndrecht is. Maar als we het hebben over binnenvaart, die doet het nog, hè? Die gaat gewoon nog. Ja, boten die varen nog, zeker. Ja. Dus dat is verkeer wat we nog zien gebeuren over het water. En dat staat in schril contrast met de stilte op straat. Je hebt een filmpje gemaakt, die liet je net aan me zien, dat je die straten zo leeg zijn. Ik denk dat dat een beeld is wat heel veel mensen herkennen. Ik denk het in het hele land. Het is heel onwerkelijk. Dus als je alles niet met je hond of met je partner of met je, iemand op 1,5 meter afstand een rondje maakt om een frisse neus te halen. Het is heel onwerkelijk dat je zo weinig mensen tegenkomt. Ja. Kun jij schetsen hoe een dag van jou eruit ziet? Nou, ik ga altijd even naar buiten. Even die frisse neus voordat ik aan de slag ga. Dus zeker met dit mooie weer in deze aprilweken. Geef me dat energie voor de dag. En vanaf dat moment ga ik thuis aan de slag. Dus ik ben ook thuis aan het werk. Hoe laat staat je wekker dan? Mijn wekker staat meestal om 6:30, 7:30. En ik ga vroeg aan de slag. En het is een tijd dat we heel hard en veel moeten werken. Dus het gaat tot laat door. Veel overlegsituaties. Heel veel. En allemaal digitaal. Hè, via al die systemen tools. En de tools die we daarvoor hebben. Hoe bevalt dat? Heb je het gevoel dat je dan goed contact kunt maken met anderen? Ja, het is heel anders, dat vooropgesteld. Maar het is ongelooflijk praktisch. En ik merk ook dat mensen er heel snel aan wennen. Ja. In mijn rol mag ik overleg vaak voorzitten. Er komt heel veel kijken bij de rol van de voorzitter. Ik denk dat het belangrijk is, en dat doe ik ook voor elk overleg, om altijd even een paar spelregels uit te leggen. Bijvoorbeeld, realiseert u zich dat u in beeld bent. Ja, precies. Zet het geluid stil. Als je even niks zegt, want dat leidt niet af. Nou ja, dat soort dingen. Ja, mensen een beurt geven, een rondje maken. Nou, dat soort technieken hebben we allemaal moeten trainen. En binnen een paar dagen heb je het onder de knie. Absoluut. Ja. Wat is je grootste uitdaging in deze tijden van corona als burgemeester? Nou, wat ik merk is het evenwicht bewaken tussen enerzijds verbinden met de gemeenschap. Hè? Mensen opzoeken zonder dat het kan, maar dat doen door brieven te schrijven, kaarten te sturen, een bloemenactie op te zetten. Ja, want dit kan niet meer, hè? Ik zie je met mensen huwelijk, denk ik. Dat is echt een foto van toen. Een foto van toen, ja. En ik hoop echt dat het weer kan, want het is zo dierbaar om bij mensen die 55, 60, 65 jaar getrouwd zijn, of 100 jaar worden, of in sommige gevallen zelfs 105. Dat kan nu niet. Hoe doe je dat nu wel? Nou, dat doe ik nu door brieven te sturen. Af en toe besteed ik ook aandacht aan mensen door een telefoontje te doen. Maar al deze mensen die echt jubilea hebben, die kondig ik aan dat ik heel graag na de crisis bij ze langskom. Ja. Maar dat is dus eigenlijk de ene kant van mijn taak. En dat andere deel van dat evenwicht is streng zijn en zorgen dat de maatregelen worden nagekomen. Hoe zit dat in Zwijndrecht? Een beetje een brave bevolking? De bevolking in Zwijndrecht is heel gehoorzaam, houdt zich echt goed aan de regels. Ja, eigenlijk een beetje zoals je het landelijk ook ziet. Ja, en ik durf echt te zeggen namens onze inwoners dat niet is omdat het moet, maar omdat ze het ook echt willen. Mensen realiseren zich dat dit nodig is om de crisis te bestrijden. Ja. Er zijn altijd plekken en groepen die zich er wat minder aan houden. En daar moeten we heel streng zijn. Ja, dat ben je ook. En dat zijn we dan. Ja, dat ben ik ook. En dat betekent forse boetes. Dat betekent maatregelen opleggen. Ook aan ondernemers die toch open zijn terwijl het niet mag. Ja, helaas.
Als je je grootste zorg over deze tijd moet uitspreken, waar gaat dat dan vooral over? Nou, mijn zorg is natuurlijk allereerst gericht op al die mensen die ziek zijn en mensen die ook mensen verliezen in hun directe omgeving. Ja. En daar gaat ook mijn medeleven naar uit. Naar al die nabestaanden van mensen die nu door corona overleden zijn. Mensen kwijtraken door corona. Ja. En ook mensen die nu om een andere reden mensen kwijtraken en afscheid eigenlijk niet vorm kunnen geven. Dat is zoiets onwerkelijks, ja. Dat je dat niet persoonlijk kan doen, dat je dat ook niet op de manier kan doen zoals een overledene dat zou wensen. Ja. Dus daar zit mijn zorg en mijn medeleven nu. Mijn zorg daarnaast zit heel erg op wat is er na corona. En daarom is ook de titel van jullie serie ook zo relevant. Maar wat is er na corona? We hebben nog lang niet door wat er allemaal gaat gebeuren daarna. Even een kleine toekomstvisie, zeg maar, van jou. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Hè? We leven nu, dit is een Goede Vrijdag vandaag. Hoe gaat het eruit zien in mei, juni, juli, volgend jaar? We kunnen echt allemaal niet in een kristallen bol kijken. Ik ook niet. En we zullen bij de dag, bij de week en bij de op dat moment geldende maatregelen moeten leven. Maar ik heb grote zorg over de met name sociaal en economische crisis die wellicht voor ons ligt. En dat heeft te maken met de effecten van wat er nu allemaal gebeurt. Mm. En daar bedoel ik mee bedrijven die op omvallen staan, dicht moeten zijn en geen idee hebben wat de toekomst hun gaat brengen. Ja. Maar ook kwetsbaren in onze samenleving, die op dit moment, we doen ons best met allerlei instanties om ze te helpen, maar die toch achterop raken. Die hun toekomst ook somber tegemoet zien. Ja, en wat betekent dat voor onze sociale en economische toestand na corona? Daar heb ik grote zorgen over. Ja, en dat is dan toch voornamelijk een beetje een sombere gedachte over straks. Ja. Is er ook nog een lichtpuntje? Iets hoopvols? Daar staat tegenover dat ik een heleboel fantastische initiatieven zie. Mensen, ik zei het al, en ik doe het zelf ook, maar mensen die kaarten schrijven, die brieven sturen, die naar verzorgingshuizen gaan en aan de buitenkant een lied gaan zingen. Ja. Al dat soort initiatieven, boodschappendiensten, ondernemers die... Het brengt ook een beetje het beste bij mensen naar boven. Het brengt het beste in mensen naar boven. Ja. En ik ben er ook van overtuigd dat na corona daar elementen van zullen blijven hangen. En dat stemt me wel weer heel erg gerust en positief. Want als we dat kunnen houden, ja, dan kunnen we ook die zorgen misschien wel te lijf. Ja. Wat van evenementen die bij jou in Zwijndrecht plaatsvinden, wat gaat er nou niet door van de zomer? Nou, bijvoorbeeld onze avond Vierdaagse. Die was voor juni gepland. Ja. Daar weten we nog niet precies van hoe het gaat, maar het zal niet door kunnen gaan. Nee, dat dus denk we ik hebben gekeken, ook. Kan dat naar wat later? Dus we hebben nu een voorlopige datum aan het einde van de schoolvakanties geprikt. Dat wordt is zo'n evenement waar echt alle kinderen in Zwijndrecht, maar ook hun ouders en anderen zich op verheugen. We hadden Nederlands kampioenschappen open water zwemmen in Heerjansdam. Ja. Vorig jaar zou dit jaar ook weer plaatsvinden. Oh, hier heb jij, hier open jij het? Doe je de start of wat doe je daar? Ja, ik blaas daar op een fluit om de zwemmers het water in te laten springen en te starten. Hier zie je dat. Want wanneer vindt dit normaal in plaats? Dit is in de zomer. Dit is, ergens in juli of misschien begin augustus. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk heel erg de vraag of dit straks kan. Nee, dit zal waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Dat weten we nog niet precies. Maar dat soort evenementen gaat helaas niet door. Vorig jaar hadden we ook in de zomer de binnenvaartdagen. Groots evenement voor het eerst. Dat is tweejaarlijks, dus dit jaar niet. Ja. Maar dat had ook niet kunnen plaatsvinden nu. Festivals met podia en optredens. Ja, dat herkennen meer mensen ongetwijfeld. Hè? Dat je toch op een andere manier je dagen moet gaan invullen en dit soort dingen moet gaan missen. Ja. 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 Wat ik daar nog wel graag van wil zeggen is ook als je aan de als je denkt aan het sociale weefsel in onze samenleving, in onze maatschappij, dan zijn dat soort bijeenkomsten, dat soort evenementen zo belangrijk. Die brengen ons samen, sportwedstrijden, festivals, evenementen, markten.
Mijn stelling is dat hoezeer we ook social media-minded zijn geworden, dat fysieke contact, het tegenkomen van mensen, toch eigenlijk wel de smeerolie van onze samenleving is. Als we naar de toekomst kijken, dan begint het er ook steeds meer op te lijken dat die anderhalve meter economie nog best wel heel erg lang gaat duren. Dat is nogal wat, ook op sociaal niveau. Want ik merk aan mezelf dat ik heel graag mensen even aanraak, een hand op hun schouders leg, een hand geven überhaupt. Wat is de impact daarvan, denk je? Dat het echt gaat veranderen. Het gaat er echt anders uitzien. Ik denk dat wij een andere manier van begroeten gaan krijgen. Dat we moeten blijven in de, ja, in de manieren die we hebben moeten bedenken nu. Maar ik denk ook dat we bijvoorbeeld anders boodschappen gaan doen. Ik denk dat dat blijft hangen. Dat we misschien wel met plastic handschoentjes onze winkelkar gaan rijden. Toch niet. Dat bewustzijn op hygiëne, laat ik het zo zeggen, dat gaat blijven. En dat moet ook blijven. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, en ik ben een optimistisch mens, ik ben echt van mening dat wij in staat zijn om al die positieve op elkaar gerichtheid, het samen redzaam zijn, dat we dat gaan houden. Dat mensen meer oog voor elkaar gaan hebben en houden, dan we voor de crisis hadden. Ja. Stel je nou voor, de crisis zou volgende week in één keer helemaal over zijn. Dat gaat natuurlijk niet zo, dat gaat heel langzaam. Maar wat zou het eerste zijn dat jij weer zou willen doen? Nou, ik heb 4 voetballende kinderen en ik verheug me enorm op de eerstvolgende keer dat ik weer met een aantal andere ouders langs het veld kan staan en die jongens weer kan zien sporten. De impact ook op kinderen nu in hun fase van het leven, of het nou kleintjes zijn of pubers of jongvolwassenen, dat je gewoon je aan deze maatregelen moet houden en niet het plezier kan hebben buiten met elkaar. Nou, daar dat zou plezier. Ik me enorm op verheugen. Ja. En nu als burgemeester had je ook een initiatief om toch een beetje die verbinding en om toch ook een beetje liefde te brengen naar de mensen in Zwijndrecht. Ik hoorde iets over een liedje. Wat was het verhaal van ik heb je lief? Ja, dat is een week of 2 geleden, denk ik. Dat ik ook dacht, wat kan ik nog meer betekenen? Ja. Ik kan niet naar mensen toe. Wat kan ik doen? Ja, het borrelde op een avond op, laat op de avond. En ik kreeg inspiratie om een tekst te schrijven. Dus ik heb dat gedaan op een melodie die ik al heel erg mooi vond. Dat is het liedje Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Ja. En die tekst die rolde er zo uit. Bij mij gaat dat dan zo, dan heb ik een concept en dan heb ik een dag later nog eens nodig om er goed naar te kijken. En dan stel ik er nog wat bij. Dus in de loop van vrijdag had ik die tekst af en dacht ik, ja, zal ik hem nou gaan inzingen? Maar hoe doe ik dat? Ik heb geen studio, ik ben geen professional. Nee. Dus ik ben met een charger hier en een iPhone daar en de tekst in het midden dat gewoon gaan opnemen. Een keer of 10. Toen liet ik het aan mijn kinderen en aan mijn vrouw horen. En, die waren meedogenloos, of niet? En uiteindelijk, nou ja, dat had ik gedacht. Wat leuk. Maar dat viel heel erg mee. En eentje zei, je moet je wat mee. Nou, ik dacht, dat valt wel mee, dat ik daar wat mee moet. Maar het toeval was dat een dag later een DJ in Zwijndrecht met een grote muziekinstallatie naar verzorgingshuizen ging. Ja. En daar mensen ging entertainen. En die heeft dat liedje daar afgespeeld. Wat jij had ingezongen? Wat ik had ingezongen. Zeg, ik durf het bijna niet te vragen, maar kan jij een klein stukje nu even voor ons zingen? Zingen in dit programma? Ja, ik denk, waarom niet? Nou, ik had me voorbereid. Moet ik nou, dit hadden we niet afgesproken. Ik had me niet voorbereid om te zingen, maar ik had me voorbereid op misschien een klein stukje van de tekst aan jou voor te dragen. Ja, ik ben zangeres, dus ik wil graag dat je het zingt. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat dacht ik al. Maar zingen vind ik wel heel bijzonder. Maar goed, ik doe een poging. Is het goed? Ja, ik vind het heel goed. Niet te kritisch luisteren. Nee hoor, het gaat om het gevoel. Hè, dit. We komen even de huiskamer binnen. Als je mensen wil aanspreken, kijk even in die camera. In die? Ja, denk het wel. Ja. Ik voel het telkens als ik luister naar een coronanieuwsbericht. Heb zoveel zorg over het virus dat zich onzichtbaar op je richt. Het is mijn hand die jou dan vastpakt in mijn allerstoutste droom. Want wat wil ik graag bevechten? Ieder eenzaamheidssymptoom. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou?
toch? Het zijn vier hele kleine woordjes. En al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief. Stralend blauwe lentes lang. Oh, mooi. En uiteindelijk is dan het laatste refrein. Ik heb je lief. De coronacrisis lang. Daar sluiten we mee af. Ik heb je lief. Zorg goed voor elkaar. Zorg goed voor jezelf. Ja.